Als allereerste denk ik dat ik met een spijkerbroek begin. En die liggen natuurlijk onderop, want ja, zo ben ik. Ik had in Londen ook bij de Zara een spijkerbroek gekocht. En die vond ik echt fantastisch. Die zat super. Idee, maar dit soort stof.
Trouwens, ik heb een giletje gekocht. Hou op, een giletje. Maar ik zag dit dus al helemaal voor me. Mooie, hoge jeans. Leuke, zwarte, stoere laarsjes eronder. En ik kan van alles onder. Maar ik dacht, ik heb een groen aansluitend turtleneck colletje. Dat gewoon hieronder.
schouderverlengen. Of ik vind blazertjes heel erg leuk, maar wat me tegenhoudt om dat gewoon als item aan te trekken, is de comfort van zo'n jasje. Ik vind het wel een beetje stug. En ja, dat weerhoudt me vroeger. Nou ja, vroeger toen ik, ja, laat zeggen 20, 22 was zoiets, droeg ik echt heel vaak blazertjes. Toen had ik er iets minder moeite mee dat het wat stug was dan dat ik nu heb. Maar ik kwam deze tegen en ik vond de kleur wel heel mooi. En hij is super, super soepel.
Misschien wat een leuke inspiratie hebben gedaan.